Stel je eens voor, je mag een nieuw land uitvinden. Of anders gezegd, een bestaand gebied opnieuw inrichten. Een nieuwe betekenis geven, een nieuwe invulling. Een nieuw gezicht. En die kans hebben we nu. Met geld dat is vrijgekomen vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding, kunnen we samenwerken aan een land die gemeentegrenzen en water overstijgt. Natuurlijk gericht op sport, recreatie en ontspanning. We noemen het land Nieuw Waterland. In Nieuw Waterland komt het accent te liggen op het creëren van een mooie, slim ingerichte, natuurrijke omgeving. De betrokken organisaties hebben samengekeken naar de mogelijkheden van het gebied en die zijn er volop. Door het verleggen van de dijk aan de zuidoever van het gebied ontstaat er nieuwe ruimte voor diverse sportvelden, speeleilanden in een parkachtige setting en natuur. Met een pilot, de zoetwaterfabriek, kijkt het Hoogheemraadschap of ze het water zo grondig kunnen zuiveren dat het direct vanaf de zuivering via een waterharmonica in natuurgebied Rietputten naar de Krabbenplas aan de noordzijde van de oever kan stromen. Dat water zal verser en schoner zijn dan ooit tevoren. Dat wordt zwemmen! Het is ook nog eens goed voor de natuur. De Krabbenplas zelf en het groen eromheen worden nog mooier. En ook het oeverbos krijgt een makeover. Alle onderdelen aan beide groene oevers worden goed met elkaar verbonden door de aanleg van groene verbindingswegen. Dat wil zeggen, nieuwe fiets- en wandelroutes. De invulling van dit nieuwe gebied van land en water is een uitdaging. Wil je op de hoogte blijven? Heb je vragen of ideeën? Kijk op www.nieuw-waterland.nl. Nieuw Waterland is een samenwerking van de gemeente Rotterdam en Vlaardingen, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het Hoogheemraadschap Delfland, het recreatieschap Midden-Delfland, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en vele anderen.